als men mij vraagt waarom BTB in beroep gaat tegen een beslissing van de rechtbank, dan is mijn antwoord duidelijk. De arbeidsrechtbank van Brussel besliste immers dat de riders van Deliveroo het statuut van zelfstandigen hebben. En dat is volgens ons fout. De riders van Deliveroo, dat zijn voor ons loontrekkenden die in loondienst werken van de firma Deliveroo. We denken dat het een vergissing is van de rechtbank van Eerste Aanleg en we gaan daarvoor in beroep. En we zijn trouwens niet alleen, ook de arbeidsauditeur, toch een van de hoogste gerechtelijke instanties in België, gaat in beroep omdat hij dezelfde mening is toegedaan. Riders van Deliveroo zijn werknemers. Trouwens, ook Europa denkt er al dus over. De Europese Commissie heeft immers een richtlijn in voorbereiding die ervan uitgaat dat ze inderdaad de werknemers van platformen, dat die inderdaad werknemers zijn en geen zelfstandigen. Ze gebruiken daarvoor 5 criteria. Ze gaan ervan uit dat ze loontrekkend zijn, ten ware dat ze aan een aantal criteria niet voldoen. En als we dat toepassen op Deliveroo, dan blijkt heel duidelijk dat de riders van Deliveroo ook volgens de Europese Commissie dus loontrekkende werknemers zijn. Het is ook daarom dat wij als BTB minister Permanje, de minister van Werk, volop steunen in zijn démarche om enige verduidelijking aan te brengen aan de Belgische wetgeving. Ook hij wil immers klaarheid scheppen en ook hij wil immers duidelijk maken dat platformarbeiders werknemers zijn die in dienst zijn van een platform en niet als zelfstandigen kunnen beschouwd worden. We steunen de minister ten volle, ook al zijn de liberale partijen daar niet mee akkoord. We roepen de socialisten van vooruit en van de Partij Socialisten op om daar voet bij stuk te houden en inderdaad die verbetering van de wetgeving in functie van de drivers van Deliveroo, maar van alle platformwerkers, om dat inderdaad te realiseren. En ik heb ook een oproep voor de platformwerkers zelf. Mochten ze problemen hebben met het platform waarvoor ze werken, en dat gebeurt heel vaak, wel, dan kunnen die mensen bij ons terecht. Dus de riders van Deliveroo, de chauffeurs van Uber, die kunnen zich wenden tot de BTB. Wij zullen hen graag helpen als ze problemen hebben met het platform waarvoor ze werken.